Namens de stichting Evenementen Grote Kerk Terneuzen mag ik u allemaal hartelijk welkom heten. Speciaal welkom aan de heer Begijn, wethouder van de gemeente Terneuzen, en de heer Prinsen, gemeentesecretaris. Ook welkom afgevaardigden van de diverse organisaties, zoals Stichting Oost-Indië Monument en Oud-Strijders, de Natres, de heer Simons, onze organist, leerlingen en leraren van de Oude Vaart, de gastvrouwen, Louis van der Hooft, en als het goed is zou er ook een mevrouw Bassan moeten zijn die namens de Marva hier is. Maar die is daar achterin. Welkom mevrouw. Voordat ik verder ga wil ik u verzoeken allemaal uw telefoon uit te zetten of op trillen. Het thema dit jaar is Jaar van Verzet. We hebben als organisatoren gekozen om dit te doen door de Terneuzense verzetsvrouw en allereerste Marva in Nederland, Francine de Zeeuw, als onderwerp te kiezen. Ik zal straks een hele korte beschrijving van haar geven. Niet volledig, want daar is geen tijd voor. De leerlingen van de Oude Vaart zullen nu een aantal kaarsen aansteken en een korte tekst uitspreken. Willen naar voren komen Fianti, Isabelle, Faya, Nick en Michelle. Wij hebben 35 slachtoffers, leden van Rijkswaterstaat, de heer De Vert, een senior Groenwegen, een senior Holstema, de heer De Nieuwhuizen en de heer Verbrugge. Wij herdenken alle burgers van slachtoffers en in het bijzonder de mensen die zijn omgevoerd en omgekomen in de concentratiekampen. Dan zullen nu Shanna en Reinier een gedicht voordragen. Willen jullie naar voren komen? Bedankt Shanna en Reinier. Dan geef ik nu graag het woord aan de heer Begijn, wethouder van de gemeente Terneuzen. Wat zou jij in de oorlog gedaan hebben? Dat is een prangende vraag die we onszelf allemaal wel een keer gesteld hebben. De meeste van ons hebben de oorlog niet meegemaakt. Wij moeten het hebben van het verhaal. Wat zou jij in de oorlog gedaan hebben? Zou je maar het verzet hebben gespeeld, onderduikers helpen, illegale plaatjes verspreiden of zelfs meedoen aan het overval op een distributiecomputer. Je angst ondergeschikt maken aan het helpen van anderen. Verhalen over de oorlog komen tot ons. Over de strijd en de slachtoffers die de oorlog eisten. Over militairen en geallieerden die voor onze vrijheid vochten en daarbij het leven lieten. Over burgers die bij bombardementen omkwamen of bij razzia's werden opgepakt.
maar ook over burgers die meeliepen met bezet, omdat ze geloofden in de nieuwe orde of meeliepen om het beste ervan te maken. Verhalen die we niet mogen vergeten, die we moeten doorvertellen aan onze kinderen, zodat ook zij weten wat u kunt verliezen als uw vrijheid wordt afgenomen, als u wordt bezet, als u moet vluchten voor oorlog en afhankelijk bent van vreemden onderweg. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was de rechtsstaat bij de wet ingesteld. Er was sprake van chaos en willekeur, vervolging, terreur en moord op grote schaal. De meesten in de oorlog waren al blij dat ze zichzelf en hun gezin met de kop boven water wisten te houden. En dan waren er toch nog mensen die de moed hadden om zich te verzetten tegen het onrecht en onrechtvaardigheid dat anderen werd aangedaan. Dat is de essentie van verzet. Het nemen van verantwoordelijkheid voor een ander helpen in lopend gevaar van eigen leven. Wie zijn deze verzetshelden bij de oorlog? De eerste verzetshelden die ik wil noemen zijn natuurlijk de duizenden Nederlandse en geallieerde soldaten die in Europa en Azië vochten voor onze vrijheid en daarvoor hun leven in de waagschaal legden. Voor de bevrijding van Zeeuws-Vlaanderen waren dat vooral soldaten uit Polen en Canada. Tientallen bieden hier hun leven voor ons. Wij eren hen en zij leven voort in onze herinnering. Binnen onze gemeentegrenzen zijn ook verzetshelden te noemen. Ik noem er een paar zonder afbreuk te willen doen aan anderen die zich ook verzet hebben. De eerste die ik wil noemen is de Terneuzense verzetstrijder Francine de Zeeuw. Zo dadelijk zal een levensschets van haar gegeven worden. Zij heeft gelukkig de oorlog overleefd. Dat gold helaas niet voor de 5 medewerkers van Rijkswaterstaat die na donderdinsdag in september 1944 door de Duitse bezetter werden gefusilleerd. Zij wilden voorkomen dat de Duitsers de middenstrijd zouden opblazen en zo de geallieerde opmars zouden belemmeren. Ik noem hun naam. Groenewegen, Holsema, De Bert, Nieuwenhuizen, Verbrugge. Het is nu 2018, 73 jaar na de oorlog. Nog maar enkelen die de Tweede Wereldoorlog aan het lijf hebben meegemaakt zijn in leven. Op deze dag gedenken wij de slachtoffers van de oorlog. Op deze dag denken wij allen die gestreden hebben voor onze vrijheid. En morgen vieren de vrijheid die wij aan hen te danken hebben. Dank u wel. Dank u wel, meneer Heijn. We gaan nu zingen Ieder mens zit op een eiland. Thank you.
Thema 4 mei 2018. Jaar van verzet. Ik vertel u een kort levensverhaal van de Terneuzense verzetsvrouw Francine de Zeeuw. Ik wil het daar graag met u over hebben. Kort, maar hopelijk duidelijk. Francine werd geboren op 19 mei 1922 in Terneuzen. Als leidraad heb ik het boek gebruikt wat over haar geschreven is. De toestand in de toenmalige wereld was niet rooskleurig. De Eerste Wereldoorlog van 1914 tot 1918 kostte het leven aan 4 miljoen slachtoffers. Het was deze oorlog die de bodem legde voor grote sociale, maatschappelijke en economische problemen in de daaropvolgende 20 jaar. Onvrede en negatieve sentimenten waren er in Duitsland. Het werd een broeinest voor nationalistische sympathieën, die overigens ook in de rest van Europa opkomen. Hitler wist heel goed op deze zaken in te spelen. En in 1920 werd de NSDAP opgericht met fascistische denkbeelden. In 1933 werd Hitler benoemd tot Rijkskanselier. De rest van zijn illustere ambities is geschiedenis. De vader van Francine, Abraham de Zeeuw, heeft de Eerste Wereldoorlog meegemaakt. En hoewel Nederland in die periode neutraal is gebleven, heeft ook hij de lasten en beperkingen van deze oorlog ondervonden. Reisvergunningen, onderdrukking, angst voor de Duitsers. Het vormt zijn blik op de wereld en is zeker van invloed op zijn latere onvoorwaardelijke steun aan de verzetsactiviteiten van Francine. Onafhankelijkheid en vrijheid zijn belangrijk in het gezin de Zeeuw. Evenals het leven met God, de Zeeuwse afkomst van Francine en haar hervormde achtergrond speelt een grote rol bij het vormen van haar karakter. Een doodnormaal meisje, opgroeiend tot een mooie jonge vrouw met een uitgesproken mening en een ruime dosis intelligentie en perfectioniste. Ze volgt de opleiding tot rijkstelefoniste, want studeren past niet in die tijd voor een dochter van een huisschilder. In 1939 is de mobilisatie. Francine ziet vanuit haar ouderlijk huis rijen mannen door de straten lopen op weg naar de provinciale boot. Mannen en jongens tot en met 35 jaar die allemaal hun gezin in de steek moeten laten. Ze vindt het verschrikkelijk en ze voelt er zich rot onder. Overal was het merkbaar. Winkels raakten leeg, men ging voorraden inslaan. In september 1939 verklaren Engeland en Frankrijk de oorlog aan Duitsland. Nederland hoopt nog steeds op neutraliteit. Op 9 en 10 mei begint dan toch de Duitse invasie. Er heerst een grote chaos. Geen fatsoenlijke communicatie. Verraders en ongeoefendheid spelen een grote rol. Allerlei maatregelen, zoals bij sirenes van de straat af. Ramen verduisterd. De straatverlichting valt uit. En naar buiten mocht je pas weer als de klokken luiden. Op 11 mei klinken 's nachts sirenes. En volgde er rond een uur of 4 een enorm lawaai in de Tolenstraat. Daar woonde het gezin van de Zeeuw. Er liepen veel Franse soldaten, uitgeput. Sommigen lagen op straat. Ze werden door de bewoners verzorgd en van koffie en brood voorzien. Het alarm ging nog diverse keren. Iedereen rende weer terug naar huis. Op het werk van Francine, waar ze werkte als telefoniste, werd alles aan belangrijke stukken in zinken kisten gedaan en opgeruimd onder de grond. Een avondklok werd ingesteld. Vele mensen kwamen uit Waarden, Krabbedijken naar Zeeuws-Vlaanderen. Ze werden zo goed mogelijk geholpen en naar de tram gebracht. Francine hielp hier ook bij. De vluchtelingen werden vervoerd naar Hoek, Axel, Hulst en andere omliggende dorpen. Er volgen nog meer bombardementen. De Duitsers bombarderen Rotterdam op 14 mei. Middelburg werd ook flink geraakt. Evacuatie voor inwoners van Terneuzen en Francine trok met haar familie naar Hoek.
Bij terugkomst waren de verwoestingen aan huizen, plunderingen een vreselijk gezicht. Ook daarna bleef Terneuzen zwaar onder vuur. Er vielen doden en gewonden. Het verzet in Zeeuws-Vlaanderen bestond uit verschillende, losstaande en willekeurig verspreide groepen, die zich vormen vanaf het moment dat de Duitse onderdrukking sterker wordt. Op kleine schaal zet ook Francine zich in bij allerlei verzetsactiviteiten. Als telefoniste van de toenmalige PTT moest ze Duits, Engels en Frans spreken. Ze was in staat de Duitse gesprekken af te luisteren. En zodra ze hoorde van een inval of een huiszoeking, gaf ze dit door aan haar vader, die dit weer overbracht aan de juiste mensen. Andere verzetsactiviteiten waren relatief onschuldig, gepleegd door verzetsmensen in Zeeuws-Vlaanderen. Bijvoorbeeld het onleesbaar maken van Duitse aanplakbiljetten, verspreiden van illegale pamfletten. Het passieve verzet gaat in de loop van de bezettingsjaren over in actief verzet. Ook al werden de Duitse represailles steeds heftiger. Er komt een spionagenetwerk op gang waarbij ook Francine betrokken wordt. Hulp bij het vervoeren van de vluchtelingen. Neergeschoten piloten. Joodse mensen. Deze kregen veelal een plekje op een boerenbedrijf en er werd gezorgd voor geld en goederen. Naast haar telefoonwerk ging Francine ook op zoek naar goede vaderlanders, bij wie mensen onderdak konden vinden. Onrechtvaardigheid moest bestreden worden. Ze verzamelde distributiebescheiden en verdeelde deze. Ook benaderde ze de boeren of zij wilden helpen met goederen, bonnen. Alles was welkom. Het werken in het verzet nam steeds grotere vormen aan. Hulp aan studenten die naar Duitsland moesten en moesten stoppen met hun studie. Verblijfplaatsen regelen voor onderduikers. Contacten opbouwen in het verzet om zo aan kaarten te kunnen komen. Ene Willem was Francine's contactpersoon. En hij zorgde dat ze werd voorzien van datgene wat ze nodig had. Ze reisde ook door het land met de trein. Met bijvoorbeeld een doktersattest om spullen op verschillende plekken te kunnen brengen. Door een familielid komt ze in contact met diverse adressen. Steeds drukker wordt het voor haar, naast haar baan als rijkstelefoniste, waar ze veel profijt van heeft door het afluisteren van de gesprekken van de Sicherheitsdienst en de Gestapo. Zo breidt ze haar contacten heel erg uit, met hulp van Willem en haar vader. De oorlog wordt steeds erger. Haar aanstaande zwager moet ook onderduiken. Via hem kwam ze uiteindelijk in contact met de leden van de landelijke organisatie van het verzet. Francine zorgde voor valse persoonsbewijzen, valse sleutels. Overmoedig, maar vooral een diep geworteld besef van wat juist is, neemt Francine ook steeds meer risico's. Zeeuwse drang tot vrijheid sporen haar aan. Ze besefte heel goed het gevaar, maar dat was geen optie om niet door te zetten. Er valt nog zoveel meer te vertellen over Francine, maar gezien de tijd wil ik het hier even bij laten. Dank u wel. De leerlingen en de begeleiders gaan nu een lied zingen. Het staat ook in jullie boekje. Het was een van de lievelingsliederen van Francine. Thank you.
Het tweede deel over Francine de Zeeuw wil ik laten zien middels beelden en geluid gemaakt door Louis van der Hooft. Francine was de eerste vrouw die als Marva werd geïnstalleerd. Het had nog wel wat voeten in aarde. Koningin Wilhelmina was er absoluut geen voorstander van. Maar na een bezoek van Francine aan de koningin gaf ze uiteindelijk toestemming en werd Francine, na een gedegen opleiding in Engeland, benoemd als eerste Marva. De beelden spreken verder voor zich. Francine werd geëerd voor haar verzetswerk met het Oorlogsherinneringskruis, het Verzetsherdenkingskruis en het ereteken voor orde en vrede. Weet je nog wel, Francine de Zeeuw? Je was de allereerste Marva die de marine binnenkwam. Kolonel de Meester moest je eerst van alle kanten bekijken voordat hij zijn goedkeuring kon geven aan deze historische wending in het marinebestaan. Dankjewel, Louis. Mag ik dan nu vragen aan Michelle en Sil om een gedicht voor te dragen van Sietse Wijnsma. Verzet je tegen onderdrukking voor mensen en mensen. Het is zo belangrijk, om iemand dood te wensen. Verzet je tegen gedachten, dat je beter bent dan een ander. Voel je niet van leven, maar leef naast elkaar. Verzet je tegen oorlog, laat het niet beginnen.
want zij kent alleen maar slachtoffers. Iemand zal ooit vinden. We zetten tegen het kind tussendoor, achter die been gaan staan. Maar zou het niet beter zijn als het wordt niet hoeft te verslaan? Dank jullie wel. Zo heel langzaam komen we dan aan het einde van deze plechtigheid. Ik wil nogmaals iedereen bedanken die hier aanwezig is, was en aan iedereen die geholpen heeft om deze bijeenkomst mogelijk te maken. Voor de mensen die meegaan naar het monument, ik verzoek u om toch zeker om 5:30 op de markt te zijn, 5:30, want dan vertrekt de stoet. Daar kunt u zich aansluiten en bij de terugkomst op de markt nodigen wij u van harte uit om iets te drinken hier in de Grote Kerk. Voor de mensen die niet meegaan of niet mee kunnen, u kunt hier rustig nog even blijven napraten en een lekker bakje koffie of thee drinken. Het orgel zal nog een stukje spelen en ik wens u een hele fijne avond nog. Dank u.